De training van de heren van FC Twente is vandaag weer begonnen. Nog niet alle spelers waren aanwezig op het trainingsveld, maar daardoor kregen de heren van Jong Twente kans om zich te bewijzen. Wat verwacht u van het nieuwe seizoen van FC Twente? Nou, dat is heel moeilijk, denk ik. Maar als ze weer op de derde plaats komen, dan vind ik dat ze het heel goed doen. Nou, ik denk dat het wel een team is met veel potentie. Dus ik denk dat ze zeker in de top 3 moeten eindigen. Ik hoop dat ze het goed doen. Ik had vorig seizoen nog niet zo heel veel verwachtingen. Maar ik hoop wel dat ze goed gaan spelen en dat we wel weer een beetje goed eindigen. Maar nu is het even afwachten of daar iets... En Castaños en zo weggaan. Nou, en dan als die weggaan en ze kunnen goed verkopen, dan zijn ze ook meteen uit de financiële zorgen, denk ik. Ja, ik denk dat Lachman, ik vind wel een goede verdediger, maar je hebt natuurlijk nu ook Martina. En die speelt liever centraal als op back, dus ja, ik moet nog maar kijken wat de trainer straks voor keuze gaat maken. De verwachting over de prestaties van FC Twente zijn verschillend. FC Twente speelt de eerste wedstrijd uit tegen Cambuur op zaterdag 9 augustus.